Wat is nou precies lipodeem? Lipodeem is een aandoening waarbij er sprake is van vetophoping. Omdat de doorbloeding niet toereikend is en de afvoer van vocht via de lymfevaten niet optimaal kan functioneren, ontstaat een onderhuidse ophoping van vet en vocht. Je ziet dit vooral terug op de billen, heupen, benen en armen. Het vet gaat ontsteken, wat veel pijnklachten geeft. Dit komt door activatie van het lokale immuunsysteem dat probeert het vet op te ruimen. In tegenstelling tot een gezonde ontstekingsreactie gaan deze ontstekingen niet meer weg en blijven problemen veroorzaken. Zelfs een goed bedoelde aanraking op de benen of bovenarmen doet ontzettend pijn. De onderhuidse vetophopingen in de benen geven vaak de vorm van een paardrijbroek. De huid oogt grauw. En heeft een bloemkoolstructuur. Vrouwen met lipodeem klagen vaak over koude benen en hebben snel blauwe plekken. De maat van onder- en bovenlijf kan wel twee maten verschillen. Door verzuring is de kleinste inspanning vaak al te veel, traplopen een hele opgave en een stuk lopen een nachtmerrie. Behalve dat het ergens in de stofwisseling misgaat, verergert het proces onder invloed van hormonen. Tijdens de puberteit, door de pil of een zwangerschap. Lipodeem is progressief. De ernst van de aandoening neemt dus toe na verloop van tijd. Het is daarom belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te starten met behandelen.